Ik predik altijd verdraagzaamheid. Ik kan niet tegen onrechtvaardigheid. Ik kan er ook niet tegen als mensen hun eigen gelijk altijd claimen. Zo zit ik niet in elkaar. Zo ben ik niet. Dat ik af en toe wel eens een beetje uit de hoek kom met allerlei stellige en rare meningen is ook om discussie uit te lokken. Dat is de rol van de kunstenaar. Een kunstenaar moet altijd proberen discussie uit te lokken. Dat is zijn rol en dat is mijn rol als dichter en als kunstenaar. Schijnbaar, en dan verwijs ik even naar het Breivik-filmpje, zijn er mensen die dat niet begrijpen en het dan maar als een soort parodie neer gaan zetten. Ze doen hun best maar. Want ze laten eigenlijk zien hoe zielig ze zelf zijn en wat voor brevet van onvermogen ze zichzelf geven. Ik als kunstenaar mag via mijn projecten proberen kritiek te leveren op een maatschappij die denkt dat alles maakbaar is. Dat ze die maakbaarheid ook uit mogen stralen. Als je dat niet wil begrijpen, vind ik dat prima. Dit is het enige wat ik over dat Breivik-filmpje wil zeggen. Oh ja, nog één ding. Er wordt wel inbreuk gemaakt op mijn auteursgegevens door het gedicht snel, snel, snel te gebruiken en mijn stem. Dat is eigenlijk een veel ernstiger zaak dan die zielige mening en dat iemand mij met Breivik probeert te vergelijken. Eigenlijk laat je dan zien dat je niets zelf kunt verzinnen. En als je niets zelf kunt verzinnen, hou dan je mond en gebruik niet dat van een ander. Ach ja, maar misschien hoort die persoon daar nog wel eens wat van. Want het is strafbaar om de auteursgegevens van een ander te gebruiken. Dat is alles wat ik er voorlopig over kwijt wil. Dit was weer eens een vlogje van een kunstenaar uit Grijpskerk. Groet Johan.